Oké, jongens en misschien meisjes. De vorige keer heb ik een hele lange video heb ik toen geüpload. Ik heb er geen stukken uitgeknipt. Het was echt helemaal volledig. Het is dus echt een video van meer dan een uur geworden. Dat is echt niet de bedoeling. Maar ja, ik dacht bij mezelf, nou ja, ik heb het al geüpload, dus ik laat het maar even. Maar ik ben nu toch van plan om een wat korte video te maken voortaan. Ik heb dus meteen, normaal gesproken geef ik even de tijd om voor reacties betreft de opstellingen, transfers en dergelijke en tips. Maar het leek mij even handig voor deze keer om dit toch sneller achter elkaar nog een video te uploaden. Dus bij deze. We hebben vorige wedstrijd hebben verloren. Of wat zeg ik? Gewonnen. Verloren. Hebben we gewonnen. Het was een wedstrijd tegen Emmen. We hebben een fijne uitslag behaald. Dat was naar 4-1 of 5-1. Moet ik maar even kijken. Dus ik ga het even opstarten. Even kijken, wat is dit? Oké. Nou, de volgende wedstrijd is Vitesse. Kijk, wat ik weet van de vorige keer. Ten eerste, we hebben Nathan Ake hebben we binnen. Vorige keer hebben we wat wijzigingen doorgevoerd in de opstelling tegen Emmen. En daar heb ik Labiat heb ik op het middenveld geposteerd. En eigenlijk was hij de beste man van het veld meteen. En ik denk dus dat hij een kans verdient. Kind van de rekening was Daley Blind. Dat zal ook nu dus het geval zijn. Dolberg was ook wissel. En daar was toen Tjonk voor in de plaats gekomen. Ik had vorige keer was er voor mij toch een twijfel van, zal ik Tjonk in de basis laten beginnen of zal ik toch voorzichtig met hem zijn? Want hij was na een uur was hij helemaal kapot. Maar hij had gescoord. Hij heeft gewoon zijn best gedaan. En ik kijk het even aan deze wedstrijd. Dit is toch een andere wedstrijd dan tegen Emmen, vermoed ik. Tegen Vitesse hebben toch wat meer kwaliteit. Dus dit is de opstelling waarmee ik vorige wedstrijd vertrouwen had. En nu is het een wat lastigere tegenstander. Dus ik ga het even bekijken. Ze kunnen zich bewijzen. En Nathan Aker, ja, die is net bijgekomen. En ja, of die meteen basis moet starten. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik laat hem toch eerst eventjes ruiken. Schöne gaat toch echt de tribune in. Ja, en ja, dit is wat het gaat worden, jongens. Er ligt maar zo in de rest. Ja, hiermee gaan we starten. Oké. Ja, PSV is ja, goed op dreef. Die wint al zijn wedstrijden. Nog geen puntverlies geleden. Wij hebben dus ja, in de tweede wedstrijd hebben we al tegen puntverlies opgelopen. Dus we lopen al achter de feiten aan. Maar goed, we blijven gewoon in de achtervolging. En nu is het toch Vitesse uit. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd naar Labiat. Ik ben benieuwd naar Chong. Ja, er is soms een probleem met mijn joystick. Ik weet niet wat het is. Die valt elke keer. Er een beetje gek van. Daar moeten we even mee doen. Gaan beleven. Goede overname van Ziyech. Ja,
Dit is toch wel hoe ik het graag wil zien. Meteen vanaf het begin kort erop. Geef je toch een bepaald signaal af, zoals de meeste trainers zouden zeggen. Ja, gewoon fel in de balverovering, maar wanneer we balbezit hebben, de rust durven te bewaren. Wat tikjes hier en daar. Chongi in de bal komt die mee wil doen met het spelletje. Neres. Wil toch voor die actie gaan en daar wordt hij gewoon in een driehoekje weggetikt. Nou. Labiat die er goed voorkomt. Die gaat op zoek is naar versterking. Tadic. Vorige keer ook al een lekker schot. Over Neres gesproken trouwens, vorige wedstrijd was het niks. Dus het is toch wel een wedstrijd waar ik ook op hem ga letten hoor. Masraoui komt goed op, probeert het meteen tussendoor. Jammer. Het was wel, idee was goed. Masraoui die doorloopt en meteen toch, ja. Zonder dat Neres doorloopt. Hij weet dat hij sneller is dan de tegenstander. Dus hou iets meer geduld. Fico in duel. Wint hij niet. De licht goed ertussen. Tadic die de rust moet bewaren. Ja, goed van Weber. Die toch de opening ziet. Maar als hij die ruimte voor zich ziet. Chong die diep wil. Maar niet het juiste moment voor was. Thijsselis die opent. Tadic. Die wil dat Tagliafico diep gaat. Tagliafico gaat diep. Hoef je hem niet twee keer te vertellen. Neres is daar. Frankie de Jong die opvangt. Maar die daar doet. Zeer in de bal. John wil de bal, maar hij krijgt hem maar niet. Hij krijgt hem nu een beetje ongelukkig. Ah, Neres. Je ziet dat John doorloopt. Had die bal toch echt moeten spelen. Zonder dit. De bal is nog aangeraakt. Ja, en dan nu John. Nu John. Gaat naar zijn linkerbeen. Gaat door met zijn linkerbeen. En doet hij het. Goede actie. David Neres. Oh. Hey, scheids. Het is toch vrije schop voor Ajax, toch? Winnen dat duel. Goed, moeilijk gemaakt. Ook goed. Ze bouwden de aanval geduldig op, maar zijn de bal nu toch weer kwijt. Ai. Diep gestuurd. Dan moet Matthijs de Ligt toch zorgen dat die voorzet in ieder geval niet komt. Dat doet hij goed. Ah, daar gaat hij toch weer de fout in. Is dit een doelpunt? Weg die bal nou. Neres die daar kan gaan. Zeg die dat ziet. Ja, zie je echt die niet meer wist wat hij moest doen daar in die kleine ruimte. Matas, er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Handig ingegrepen hoor, dat had hij heel goed gezien. Ja. Hakim Ziyech. John met de lange bal. Die bereikt Tadic. Tadic nu dan. Tadic, kom op man, rustiger aan de bal. Hoekje uitkiezen. Inzicht hoor jij te hebben. Die rust. Ja, bal gaat richting de kruising. Maar had toch wat meer ingezeten. Oeh, dat zijn de driehoekjes van Vitesse. Oh, die worden ze gevaarlijk.
Ja, ze kunnen wel voetballen. Dat is één ding wat zeker is. Ze kunnen wel voetballen. Chong die daar iemand. Of Onana die daar iemand ziet. Ah, Chong, te laat, te laat, te laat. Jammer, jammer, jammer. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Goed voor de man gekomen door Labiat. Neres die Chong diep stuurt. Haalt hij die bal binnen. Oh, hij gaat voor de actie. Oh, nog een keer. Ja, ja, dat kan hij wel. Kan hij wel. Neres. Naar zijn linkerbeen natuurlijk. Gaat naar zijn linkerbeen. Ja. Schot is toch iets te zwak. Ja, dat is toch een beetje voorspelbaar wel bij Neres. Hij moet toch naar zijn linkerbeen. En daar rekenen ze er dan ook op. Ah, maar zo die er net niet tussen zit. Met een klus krijgt hij die bal toch mee. Goed verdedigd van de licht. In de bal. Neres die de bal. Jammer, jammer. Oh, hij vroeg. Nee! Neres die de bal uit woede wegschiet. Ook ik zag daar geen overtreding in. Ah, de licht gaat daar de fout in. Die laat man lopen. Te zwak ingestapt. Volgende weer te zwak ingestapt. Vitesse mag een hoekschop nemen. We nemen de prestaties onder de loep van een speler die het vandaag niet lijkt te hebben. Nee, het is verontrustend dat hij het doel moet nauwelijks. Dat ziet er goed uit. 2 minuten extra tijd slechts. Ja, jongens, jongens, dit wordt te wild. Chong die dan diep wordt gestuurd. De bedoeling is goed, maar we moeten toch meer de rust behouden. Ja. Chong die toch niet die snelheid heeft om achter zulke ballen gevaarlijk te kunnen worden nog. Ja, hoe was de eerste helft? Neres. Paar acties goed, paar acties zeer slecht. De Jong een beetje onzichtbaar eigenlijk. Niks speciaals gezien. Wat kan je zeggen? Loopt hij goed tussen de linies, verdedigend goed? Maar dat is toch niet iets wat bij hem hoort. Labiot doet het weer uitstekend. Tadic, die degelijk. Ziyech, ja, hij is wel goed in de passing. Chong doet het goed. Even kijken hoe lang hij het volhoudt. De Ligt een paar missers. Af en toe goed ertussen. Ja, gevaarlijk. Weber die gewoon rustig zijn ding doet. Tagliafico gewoon goed. Mazraoui ook redelijk goed. Maar er zijn toch wel mensen die ik alvast in het oog heb om straks in te vallen. Dat is wat snelheid. Bande. Op het middenveld ja misschien toch blind voor De Jong of anders Van de Beek. Toch een keer een kans geven. Want ja, wat De Jong daar nu doet, dat kan Van de Beek ook. Van De Jong verwacht ik toch meer creativiteit. Dat hij niet levert. En dan Huntelaar of Dolberg. Dan moet ik nog even kijken of wij voorkomen, ja of nee. Nee, daar gaan we beginnen, jongens. Zit erop. Daar is de aftrap van Ajax en het stadion barst bijna uit zijn voegen. Ja, De Jong die nu toch het spel wil gaan proberen te maken. Labiat. Ah, Labiat. Slecht ingespeeld. De bal weer. De licht uitzakken. Mazraoui loopt door. Goeie bal van Frenkie de Jong. Dit moet wat worden, jongens. Dit. Ah, de verkeerde man. Kom nou. Jongen, jongen. Daar had Chong dan ook wel iets meer mee moeten doen. Ah, kan de licht dit nog bijbenen? Hij kan dit niet bijbenen. Is gevaarlijk, jongens. Wat hier gebeurt is gevaarlijk, jongens. Is gevaarlijk.
Maar ze komen er voetballend wel uit. Maximilian Weber. Labiat. Frenkie de Jong die doorloopt. Frenkie de Jong die doorloopt. Ik had hem al gezien. Maar de paas is niet goed. Frenkie de Jong te traag. Etcetera, etcetera. Een opeenstapeling van. Deze paas bereikt alleen de zijlijn. Vitesse besluit te wisselen. Vitesse gaat al wisselen, jongens. Van der Werf. Ja, toch wat meer daadkracht. Oeh, Mazoui, daar stak hij binnendoor. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Frenkie de Jong die het spel wil gaan maken, doet hij dan ook. Neres. Ah. Eindpaas, eindbeslissingen, jongens. Het moet sneller, het moet beter. Bruns. Labiat die goed mee verdedigt. Goed mee verdedigt. Speelt door de tegenstander komt er niet aan te pas. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdediging. Ah, te vroeg gespeeld, jongen. Ah. Breekt de aanval met die actie. Je bal van Taris goed door. Ah, Neres. Kom je bij de pijn? Kom bij de... Goed zo, Neres, jongen. Lekker hoor. Goeie bal van Taric. Goed gezien. Ja, Neres die er toch staat. En met zijn rechterbeen. Notabene. Yes. Ja, dit is... ja, is een mooie tegenaanval. Dat begon al bij Taric met Labiat. Taric die doorloopt. Een prachtige bal geeft. En ja, dat is gewoon prachtig afgemaakt. Wow, prachtig, prachtig, prachtig. Ja, oké, nu staan we voor. Het is nu een keuze. Gaan we het uitbreiden of... wat ik wil is dat er genoeg druk op de verdediging blijft. En vooral snelheid, want je ziet toch wel, er is ruimte achter de verdediging. Ja, dat betekent dat ik toch een wat... voor wat meer snelheid in de spits. Ik ga Bande zet ik in de spits. Zie je nog steeds erachter, want Bande moet weggestuurd worden. Taric en Neres laat ik zo staan. Labiat blijft het goed doen. De Jong. Kan ik doen. Ja, wat heeft deze wedstrijd nodig? Een Blind of Van de Beek? Blind is iemand... ja, het is heel wisselvallig. Of hij speelt een goede wedstrijd met goede basis. Of het is helemaal niks. Dan heb je helemaal niks aan hem. En Van de Beek, ja, die is... ja... die duikt wel eens op achter de verdediging. Nou ja, zal ik dat dan toch doen? Zal ik dat daarvoor kiezen? Ja. Wedstrijd valt in de tweede helft. Bruns. Rasmus Delander. Goeie paas weer. Puiken wedstrijd speelt hij deze man. Serrero. Ai. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Twee nieuwe krachten voor dit team. Goed gespeeld, John. Heb je best gedaan. Oh, Van de Beek, gaan we maar zien dan. Diepe corner. De doelman weg, maar het is... stuur die Bande maar weg. Ah. Dat is te veel van het goede. Hij wint gewoon dat kopte wel. Hij slaagt erin. En vervolgens... gaat het mis. Gelukkig doet Vitesse ook niet veel met de mogelijkheden die zij krijgen. Want er ligt best ruimte. Want het is niet dat Ajax goed speelt. Het is echt niet dat Ajax goed speelt.
ver van dat. Van de Beek. Van de Beek. Kijk, je eerste balcontact dan. Matas. Hij is hem kwijt. De bal rolt vrolijk verder. Oh, oh, oh. Wat is het slordig deze wedstrijd, jongens. Slordig. Niemand die de bal wilt. Onana die die bal dan maar zijn waas wegschiet. Pierens. Oh ja joh, speel jij daar gewoon? Dat wist ik niet. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan de reguliere speeltijd. Ah, wanneer ze het duel ingaat, maar het uiteindelijk verliest. Serrero, zijn fases zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. Ja, dat viel mij ook op. Keeper. De voorzet eindigt in de handen van de keeper. Oké, jongens, nu even de rust. In alle rust aan een aanval opbouwen een keer. Matthijs de Ligt. David Neres. Tadic. Ja, ach. Die paas wordt doorzien. De tijd tikt weggeven en de team staat nog achter. Ja, dat lijkt me. Ah, dit wordt lastig, jongens. Uiteindelijk loopt de aanval. Goed, de Ligt. Heel goed verdedigd daar. Ze spelen een korte corner. Ja, die Labiot die laat zich niet gek maken hoor. Echt niet. Zit dan ruimte voor de tegenaanval? Want we hebben die banden, hebben we toch niet voor niets in het veld gedaan. Tadis die met een combinatie toch weer. Ja, niemand voor een goal. Wie wil die bal hebben dan? Van de Beek gaat dan schieten. En zou die bal tegenhouden. Matas, er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. De Ligt, dit duel moet voor jou zijn. En dat is die ook. En dat is die ook. We hebben nog 2 minuten aan reguliere speeltijd. Wie loopt een keer door dan? Nicolas Taliafico. Bande. Bande. Bande wordt opgezocht. Uiteindelijk komt hij wel bij Ziyech. Ah, ja jongens, dit moeten we gewoon uitzien te spelen, want. Dus kijken of dat lukt. Misschien wordt het zelfs tijd om even tijd te rekken. Nu dan. Oeh, thuis voor de actie. Jongens, dit was een slechte wedstrijd. Kijk, tuurlijk, we spelen uit. 1-0 uit tegen Vitesse is een redelijk resultaat in principe. Op papier dan vooraf, dan teken je daarvoor. Alleen, als het goed is, moet toch één van deze weken een Champions League wedstrijd komen. En ik weet nog steeds niet welke spelers dan in de basis zullen staan. Dat weet ik niet. Want ik zie nu ook dat Chong echt niet een hele wedstrijd kan spelen. Hoe graag hij het ook wilt. En hij deed het niet slecht. Echt niet. Alleen, even kijken. Frenkie de Jong. Ja, je zag tweede helft al dat hij het wel ging proberen. De wedstrijd naar zich toe te proberen te trekken. Verder, De Ligt vind ik dat hij het. Hij heeft een paar cruciale onderscheppingen gehad. Dus. Hij heeft goed gespeeld. Hij heeft goed gespeeld. Niks er tegen. Tadic. Van de voorhoede spelers vond ik Tadic toch een van de betere. In de combinatie vooral. Neres buiten dat doelpunt heeft hij niet zoveel gedaan. Labiat weer een goede wedstrijd. Even kijken hoe de computer daarover nadenkt. Wat hij daarvan vindt. Balbezit natuurlijk voor ons. Spelersbeoordelingen. Ja, tuurlijk Neres, terwijl ja, dat is onterecht. Nou ja, zie je echt dan wel nog redelijk hoog cijfer. Tadic, goed, ja, dat is wel De Ligt, ja, heeft goed gespeeld. Een 8.3 vind ik dan weer iets te ver gaan. Ik moet zeggen, qua de verdediging, bij enkele uitbraken na, of hoe je dat ook moet noemen, vond ik de verdediging wel goed stabiel. Absoluut.
Nou ja, PSV had al een dag eerder gespeeld, dus ja, we zitten nog steeds wel op hun hielen. We moeten hun echt niet loslaten. Ook AZ in Groningen die het goed doen. Wat is met de topscorerslijst? Mahi, 4 doelpunten. Neres is bij ons topscorer. Wat hebben we nog meer? Ja. Volgende wedstrijd is tegen Groningen. Oeh, dit wordt meteen een topper. Kan Groningen echt aanhaken met de top slash subtop? Of gaan ze gewoon weer lekker de middenmoot in en gewoon staan waar ze horen te staan? Oké, over posities of bondscoach. Mensen. Ja, ik heb het geprobeerd, maar het lukt niet met hem om hem binnen te halen. Omdat hij dus ja, volgend seizoen misschien. Maar ja, ik zie dat Masri het ook best goed doet. Dus waarom zou ik hem nu willen? Maar transfer deadline is sowieso voorbij. Dus we moeten het doen met de spelers die we nu hebben. Dus ja, op naar de volgende wedstrijd. Jullie hebben gezien, jongens en meisjes, het ging niet goed. Althans, niet goed. We hebben gewoon gewonnen. We houden PSV in het zicht. Alleen het spel vond ik dramatisch. Weinig kansen gecreëerd. Het was te traag. Af en toe te gehaast inspelen. Ja. Oh, Tadic pakt de speler van de maand, Howard. Is het terecht? Ik denk het wel. Ik denk het wel, hij is beslissend geweest in de afgelopen wedstrijden. Of hij had een goed schot, een goed doelpunt, assisten. Dus wat dat betreft. Ja. Netjes toch? Oh, dat heb ik niet eens. Ja. Een basisplaats van Matthijs de Ligt. Ja. Het lijkt erop dat de trainer weinig vertrouwen heeft in de Ligt. Nou ja, ik moet zeggen, ik was niet tevreden de afgelopen wedstrijden. We hebben er 4, 3, 4, 5 achter de rug. Ik was niet tevreden. Dus vandaar, dus inderdaad een speler als Aken. Oké. Ik heb hem een cruciale rol beloofd, dus dat gaat hij zeker doen. Hij is net nieuw bij de club, dus ja, ik kijk nog even aan tussen De Ligt, Weuber, maar ook. Ja, kijk, er kunnen blessures komen, maar het is ook zo, hè. Tagliafico, ja, die doet het gewoon goed. Die is wel zeker. Ja, Weuber kan ook op de rechtsbackpositie gaan plaatsnemen, dat kan ook. Maar we gaan het zien, we gaan het zien. Maar ik vind het wel leuk dat hier bericht over wordt gemaakt. Dus ja, leuk, 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 leuk. Oké, nou jongens, laat wat horen. Ik probeer wat frequenter video's te gaan posten. Maar laat maar weten, betreft de opstelling, wat ik ga doen. Want het is. Ik weet niet hoe ik kan zien wat de wedstrijden. Waar ik de wedstrijden. Ja, ik weet niet waar ik kan zien welke. Kalender. Ik ben benieuwd naar de eerste Champions League wedstrijd. Dat is volgende week. Oh, goed dat ik nu even kijk, want dat betekent dat ik spelers rust moet gaan geven. Oké. En daarna hebben we PSV. Oké, nou laat maar horen. Want vond ik even groen, zal ik een basisopstelling doen of zal ik wat wisselingen doorbrengen? Ik denk met een B11 dan gaan spelen hier en daar. Oké. Nou jongens, tot de volgende keer. En ja, als jullie zin hebben, laat een comment, een like, subscribe. Ja, je weet het riedeltje. Tot de volgende keer.